Hallo allemaal en welkom opnieuw in een tweede filmpje um, over het tekenen van een ERD. Wat we nu nog gaan doen is kijken naar de verschillende opties die we hebben om dit te exporteren en op te slaan. Als eerste hebben we dus het Draw-IO-bestand zelf. Um, en normaal gezien gaat hij zelf zeggen van kijk, er zijn niet opgeslagen wijzigingen. Je kan dan op die rode knop drukken om op te slaan, of je kan kiezen voor bestand opslaan en dan wordt dat dus opgeslagen wil je hier nu een um, pdf van maken dan kunnen we kiezen in het menu bestand voor exporteren als en dan hebben we daar een optie om daar een pdf van te maken of een png of jpeg voor um, wanneer ik zelf dat vraag aan mijn leerlingen dan zal ik altijd vragen om het als png of jpeg uh, op te slaan zeker omdat ze dat dan kunnen gebruiken in documenten Wanneer je een aparte PDF nodig hebt, kan je natuurlijk gebruik maken van PDF. Uh, zeer handig is bijsnijden. Het raster hoef je eigenlijk nooit te laten zien. Kopie van het diagram hoeft in principe ook niet. Exporteren. En dan gaat hij vragen: waar wil je het opslaan? Ik ga het nu gewoon even opslaan in mijn documenten. En dan, uh, wanneer ik dat open, dan krijgen we dus dit als resultaat. Dus dan zien we ook dat dat netjes een E.R.D. is wat eigenlijk perfect bruikbaar is eh, om nadien mee aan de slag te gaan. Dus bestand exporteren als kunnen we ook een P.N.G. of een J.P.E.G. Het voordeel van een P.N.G. natuurlijk is je kan er kiezen voor een transparante achtergrond. Dus wil je dat nadien in een Powerpoint of iets dergelijks gebruiken, dan kan je dat natuurlijk perfect gaan gebruiken. Het uiterlijk kan licht of donker zijn. Um, en je kan zeggen dat je schaduwen wil of niet, um, wanneer ik een standaard, de standaard opties een klein beetje aanpas, um, dan krijgen we dus ja, dit, maar het is een transparante achtergrond, dus je ziet dat ook. Um, en de namen van de entiteiten staan in witte vakken, um, als JPEG dan heb je geen transparante achtergrond um, en dan kan je ook weer kiezen voor uiterlijk, licht of donker. Um, wanneer we dat opslaan dan ziet dat er zo uit, dan krijgen we een donkere achtergrond. Wil je um, het exporteren met een licht uiterlijk, we gaan dat even vervangen, dan krijg je dus dit, hetzelfde eigenlijk als je in de pdf kreeg. Um, Alleen vind ik dat de JPEG nogal kort afgesneden wordt hier. Persoonlijk zal ik altijd kiezen voor een PNG-export, omdat ik dat dan kan hergebruiken in verschillende andere programma's. Maar dat is een licht persoonlijke voorkeur. Uiteindelijk, het belangrijkste om te onthouden, bestand exporteren als. En daar vind je de verschillende exportopties voor een ERD.